Welkom bij weer een nieuwe uitdaging voor de Vormgevingschallenge. We gaan deze week weer werken rondom het meisje met de parel. Daar hebben we vorige week al even op getraind. Hopelijk zit hij nog in onze vingers. En de uitdaging voor deze week is om in 30 minuten zoveel mogelijk verschillende tekeningen, schilderijtjes en andere dingen te maken van of naar aanleiding van deze afbeelding. Mag in zwart-wit, mag in kleur, mag met allerlei materialen, mag met combinaties van materialen, mag groot, mag klein. Eigenlijk mag alles als je er maar zoveel mogelijk maakt. Dus het wordt echt in vliegende paniek getekend. Zo moet je je dat voorstellen. Succes! Ja, dat noem je blind tekenen. Dus je bent gewoon met een viltstift of een pen of een krijtje. Ga je dit natekenen zonder dat je op het papier kijkt. Nou, dan kijk ik stiekem even. En dan probeer je in één lijn dat ding te tekenen. En 9 van de 10 keer levert dat een geinig resultaat op. Kijk maar. Nou, deze is eigenlijk totaal mislukt. Ik krijg hem eigenlijk niet zo goed zoals ik het wilde. Maar ja, dat gebeurt wel eens vaker in mijn hoofd. Schiet het er anders uit dan in de werkelijkheid. Dit is zogenaamd geld, dat ik geloof boeddhistische mensen meekrijgen als ze overlijden. Dan wordt het geld met hun lichaam verbrand. En dat kan je kopen, ik heb het ooit eens gekocht in de Chinese supermarkt in Antwerpen. Maar het is lekker ruw papier en ik vind het gewoon heel grappig. En ik ga eens kijken of ik daar overheen kan tekenen. Dit is negatief, zeg maar. Dus nu moet ik op zwart papier tekenen wat hier licht is. Dus, nou, ik ga stoppen met deze, want ik moet naar een volgend nieuw materiaal. Ik maak een lijntekening met zo'n stift waar je ook brede vlakken mee kan tekenen. En dan zet ik er wat grijs vlakken in. Nou, ik heb wel allemaal leuke ideeën, maar het is niet allemaal uit te voeren, geloof ik. Maar ja. Het is een challenge, hè? Je ziet nu dat we allemaal verschillende materialen en ondergronden hebben gebruikt. En dat levert hele wisselende werkstukken op. Wat ik wel leuk vind is dat het steeds het melkmeisje is. Oh, het is niet melkmeisje, meisje met de parel.
Maar steeds die blik met het hoofd afgewend en de ogen één kant op. Ik vind die dingen op die donkere ondergrond heel mooi. Kan je zelf even vertellen hoe je dan te werk gaat? Ja, deze onderste is krijt op zwart papier. En als je dan gaat tekenen, dan merk je dat je niet, normaal teken je de donkere lijnen die je ziet, maar nu moet je juist het licht tekenen wat je ziet. Dus bijvoorbeeld in die ogen moet je de ogen zwart laten en daaromheen het wit tekenen. Wat ik heb gedaan is een uitdaging. Ik heb eigenlijk allerlei soorten verschillende materialen gepakt. En eigenlijk wat niet zo heel erg goed matcht met elkaar. Dus dat vond ik heel erg leuk om te doen. Als we gaan kijken heb ik ijsstokjes gepakt. Dat heb ik met viltstift daar het meisje met de parel op gemaakt. Ik heb ook het stuk geld heb ik gepakt. En ik heb eigenlijk met een bestaande foto die daar op stond, probeerde ik het meisje met de parel na te maken. Maar ja, dat is, ze heeft nog steeds een baard. Dus dat is niet helemaal gelukt. En nou vond ik dat, wat ik heel leuk vond, dat is deze. Ik denk, hoe klein kan ik een schilderijtje maken? Je ziet het, je ziet meer de kleuren dan echt de vorm. Ik weet niet of je de vorm thuis kan zien. Maar dit is echt het meisje met de parel. Misschien in een vergrootglasje. Ik vind het altijd leuk om op zwart-wit papier te werken. Die kranten of nou, dit is dan het telefoonboek. En wat ik gedaan heb is de pen op het papier gezet en verder niet meer gekeken wat die pen deed. Maar alleen naar de voorstelling gekeken. Dus dan, dat noem je blind tekenen. En het levert bijna altijd wel iets grappigs op. Dit zijn wel dingen waar ik dan nog op door zou willen. Want je krijgt een soort kleurplaat. En deze vind ik zelf wel leuk. Ik had een viltstift waar je breed en smal mee kan. En dan kan je dus qua lijn een beetje variëren. En toen heb ik er met een beetje aquarelverf nog wat vlakjes in gezet. Dit was weer de challenge voor deze week. Het heeft heel veel frisse ideeën opgeleverd, waar iedereen ontzettend mee verder kan. En volgende week weer een nieuwe challenge. Dus kijken wat we dan weer gaan doen.